Hoogstvalland Sport nabeschouwing. Aan de lijn is Alex Boy, trainer van Broekland. Vandaag was je vrij, Alex. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag, helaas wel. Helaas wel. Want ja, het is misschien de laatste kans voor dit jaar nog om een keer te voetballen. Dus ja helaas bij DAVO de nodige coronagevallen schijnbaar. En dan gaat het niet door. Dat is jammer. Dat is heel jammer inderdaad. Want inderdaad, het was een mogelijkheid geweest om dit jaar nog te spelen. Want de kans is heel groot dat vanaf volgende week het allemaal plat ligt. Ja, aan de ene kant ga ik er wel een beetje van uit. Want ja, als je niet kunt trainen de hele week en je moet dan zondags voetballen. Mm-hmm. En dan kun je wel zeggen, ja, het is nog 1 of 2 wedstrijden. Maar ja, het geldt dan voor iedereen. Dus ik wacht gewoon af. En als ze beslissen dat we moeten voetballen zondag, dan is het gewoon zo. En dan gaan we er ongetraind de wedstrijd spelen. En die week erop ook. Dus dat zien we wel. Mm-hmm. Eerder deze week lazen we in de Stentor dat jij aangekondigd hebt voor de wedstrijd tegen Lettelen aan jouw ploeg van dit is mijn laatste seizoen bij Broekland, maar ook als voetbaltrainer in zijn geheel. En had je dat zo ook gepland? Wat is plannen? Kijk, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb nog 1 jaar hierna als loopt mijn licentie nog. Ik wist wel, en toen ik bij Broekland ging, de gesprek had 2 jaar geleden, heb ik wel aangegeven dat ik nog 3 jaar mijn licentie heb. En dan, ik ga hem niet verlengen, dat was 100% zeker. Mm-hmm. Dat wist ik toen al wel. Alleen ja, 3 jaar om niks te doen, dat vond ik nog iets te veel het goede. En ik wist ook niet of ik nog 1, 2 of 3 jaar zou trainen. Dat liet ik gewoon af. Maar ik moet je eerlijk zeggen, door alle corona-perikelen en van vorig jaar en ook nu weer, ja, wordt het wel steeds lastiger. En daarbij komt in die periode dat ik geen corona, dat ik niet kon trainen, heb ik een heleboel andere dingen ook gedaan die ik ook heel leuk vond. En ja, op een gegeven moment heb ik de besluit genomen om een week of 2 geleden samen met mijn vrouw René om te besluiten van ik stop gewoon met alles met voetbal te maken heeft. En ik ga mijn andere hobby's die ik ook heel leuk vind doen. Ja, want ik las iets over het lezen van geschiedenisboeken. Onder andere. Ja. Daar verdiep ik me nou ook al wel in. Alleen ja, je hebt er gewoon niet voldoende tijd voor. En ik heb natuurlijk een. Ik woon gelukkig in het ik woon in het buitengebied van Weijen en ik heb een grote tuin. Dat vinden wij samen heel leuk om te doen. Nou, we hebben inmiddels 3 kleinkinderen. Dat vinden we heel leuk. En daarnaast heb ik natuurlijk nog een aantal hobby's, zoals voor mezelf dan onder andere geschiedenis lezen over steden. En misschien willen we nog wel een keer, als het allemaal lukt, de komende 3 jaar een keer naar Australië gaan. En ja, dan moet ik dat snel kunnen beslissen. En als ik dan weer trainer ben, ja, dan moet je dat weer uitstellen. Ja, dat klopt. Want je bent eerder in Australië geweest. En toen zat ook jouw zoon Douwe, was daar bezig? Nee. Toen was mijn oudste zoon. Jouw oudste zoon? Die was al bijna een jaar met zijn huidige vrouw daar. Toen bivakkerend zijn met de kerstperiode 3 weken erheen gegaan. Dat is ontzettend goed bevallen. En precies. Eigenlijk willen we dat, dan is 3 weken wel heel kort. Ja, En we willen daar eigenlijk nog een keer een stukje Australië en misschien Nieuw-Zeeland eraan pas vastplakken. En dat we misschien 2 of 3 maanden gaan doen. En dat lijkt ons ontzettend leuk. Precies, want daar is zoveel te zien. Daar kun je met 2 of 3 weken niet alles over zien. Nee, het geluk hadden we dat hun waren daar natuurlijk al een hele tijd. Dus zij hadden ook een auto en ze wisten precies natuurlijk alles hoe daar allemaal alles reilde en zeilde. En ze hadden een heel mooi schema in elkaar gevormd. We zijn naar een eiland geweest en de diepzee duiken en al dat soort dingen. Dat was natuurlijk allemaal geregeld. Dat was voor ons die 3 weken was ze helemaal volgepland met allerlei hele leuke activiteiten. En dat ging dus wel heel snel. Ja. Maar dan is 3 weken wel heel kort. En dan zie je eigenlijk zo ongeveer een stukje wat net zo groot is als, nou, laten we zeggen, een stukje Frankrijk, België, Nederland bij elkaar. Zo groot zie je dan ongeveer. En dat in 3 weken. Dan zijn er nog zoveel andere dingen die ook heel leuk zijn. En, dus daar willen we nog een poging toe doen als het allemaal een keer mag vanwege corona. Ja, precies. En anders heb ik nog genoeg andere dingen die ik ook heel graag wil doen. Ja. Dus dat scheelt ook nog wel. Ja, precies. Ja, daar gaat ook heel veel tijd in zitten. En heb je dan zoiets van, ik ben er klaar mee. Of misschien dat er ooit eens iets langers komt dat ik nog wel wil oppakken. Ik wil je niet gelijk in de eindje Davids rol op praten. Ik ben heel eerlijk van, ik ben er klaar mee. Ik vind het nog ontzettend leuk om te doen. We hebben vanmiddag ook dan getraind met de groep. Mm-hmm. En dan loopt het altijd weer uit. Nou, dat zegt al genoeg dat je het nog ontzettend leuk vindt. Mm-hmm. Als je een wedstrijd verliest, dan baal ik als een stekker. Dus dat zegt ook al genoeg. Ja. En dan wil je eigenlijk toch weer. Wij hebben de afgelopen wedstrijden
vind ik eigenlijk, moet ik heel erg zeggen, tegen Enter hebben we gewonnen. Nou, dat was de enige wedstrijd waarvan ik zeg van, nou, dat had ook twee kanten op kunnen gaan. Mm-hmm. En in Holte uit de eerste 20 minuten werden we eigenlijk een beetje overlopen. Maar na die 20 minuten hebben we zelfs kansen gehad om, vond ik, qua spel, om het te winnen. Waren we minstens gelijkwaardig. Mm-hmm. En alle andere wedstrijden hadden we ook zomaar kunnen winnen. Kijk, en ja, dat je dat dan niet doet, dat zit dan wel een beetje dwars. En dan heb je zoiets van, ja, dan stop je aan iets waarvan je eigenlijk nu bezig bent dan op te bouwen. En dat vind ik dan wel jammer. Maar op een gegeven moment heb ik wel een paar keer het gevoel gehad overdag van, shit, ik moet trainen vanavond. En dat zegt dan eigenlijk al genoeg. Ja. Dat het wel een beetje het eind van de partij is. En ik voetbal vanaf mijn vijfde jaar voetbal ik al. Mm-hmm. Toen ik in Haarlem woonde, had ik het geluk dat ik al eerder mocht voetballen bij een voetbalherrie waar mijn vader toen bij zat. Ja. Dus nou, als je dan bijna over de 50 jaar of 60 jaar lang al aan het voetballen bent. En vanaf mijn 16e voetbal ik al in een eerste elftal, zeg maar. En dan ben je elke zondag weg. Nou, ja. Het houdt wel een keer op. Ja, en precies. Ja, op een gegeven moment heb je die knoop doorgehakt. En ik vind het vervelend dat we nu... Ik had liever gehad dat we de afgelopen 3 wedstrijden of 5 wedstrijden... in ieder geval 3 of 4 keer hadden gewonnen. Wat er ook ingezeten had. En dat maakt het misschien naar de buiten toe wat makkelijker. Maar ik kan wel heel makkelijk beslissen van dat heeft er niks mee te maken. En daarom zeg ik ook heel specifiek erbij dat ik alle voetbalactiviteiten stop. Want het trainers zijn vind ik nog steeds ontzettend leuk. Mm-hmm. En, maar alle activiteiten eromheen. Ik heb heel veel respect voor mensen die in bestuur zitten en in allerlei commissies zitten. Want dat kost ontzettend veel tijd, dat weet ik. Maar daar heb ik eerlijk gezegd niet zo heel veel zin in. Nee. Nou, ik heb 1 tip voor je. Voetbal kijken blijft gewoon leuk. Dat blijf ik ook zeker wel doen. Misschien wordt mijn interesse in het voetbal op zich vanuit huis wat meer. Maar want ik kijk door de week zie ik heel weinig voetbal. Want ik heb eigenlijk maar 1 avond in de week vrij. En dat is de woensdagavond. En als er dan Champions League of zo op is, is allemaal hartstikke mooi te zien. Maar dat kijk ik heel weinig. Ja, precies. Nou ja, als de kleinkinderen gaan voetballen straks, dan sta je als trotse opa te kijken. Of ze gaan voetballen weet ik niet. Maar als die gaan sporten, dan weet ik zeker dat ik daar naar ga kijken. Precies. En daarnaast, ja, in dit geval Douwe, die voetbalt dan ook bij Weijen. Dus daar zal ik wel eens gaan kijken. En ik heb nog een schoondochter die voetbalde, of die handbalt dan bij Weijen 1. Dus daar gaan we ook nog eens, als het weer mag, allemaal naar kijken. Dus ik zal vast wel sport blijven volgen. Mm-hmm. Maar ik wil toch echt zelf echt een stapje terug doen. En ja, na zoveel jaren vind ik het ook wel een keer genoeg. Ja. Ik kan me voorstellen dat je de besluit genomen hebt. Je bent er zo lang mee bezig al. Je zit al zoveel jaar in het profcircuit en daarna het amateurcircuit. En dan is op een gegeven moment tijd voor het anders inderdaad, Alex. Dat klopt, want ik doe het niet alleen maar dat... Kijk, mensen moeten niet denken dat ik alleen maar dinsdag en dan nu dan vrijdag en zondag even voetbal. Mm-hmm. Ik besteed daarnaast... Ik vind het gewoon leuk om dan mee bezig te zijn. Dus ik doe toevallig nu ook bij Broekland nog een JO17. Training. Mm-hmm. Nou, en ik heb een aantal dingen gedaan met de dames. Heb ik een keer een training gegeven en een keer een soort kliniek gegeven met een soort presentatie erbij. Dat vind ik ook heel leuk om te doen. Mm-hmm. Dus maar ook voor het eerst, ik ben elke week, in ieder geval 1 avond in de week bezig thuis nog om dingen voor te bereiden en te lezen. Dat vind ik gewoon heel leuk om te doen. Mm-hmm. Ja, en daar gaat toch weer heel veel tijd in zitten. En, absoluut. Ja, en uiteindelijk moet je een keer een knoop doorhakken. En ik vind dat ik... ook nog een, en als ik nou geen andere hobby's had, dan zou ik zeggen, oké, maar die heb ik nog heel veel. Dus daar ga ik nog heel veel tijd aan besteden. Nou, het klinkt helemaal goed. Geen probleem. Ik hoop je dit jaar, of dit jaar, wat wordt het, dat weet ik niet. Maar dit seizoen hoop ik je nog wel een paar keer te spreken aan het einde van een wedstrijd. En voor nu, dank je wel voor je toelichting op het artikel. Ik wens je heel veel succes en hopelijk tot gauw. Ja, dankjewel. En ik hoop zeker nog dat we het seizoen gaan afmaken met een goed resultaat. En daar gaan we wel voor in ieder geval. Zo is dat. Dankjewel en ik wens je een fijne zondag. Fijne zondag. Tot ziens. Dag.